Vandaag zijn we met de Weerpraat in Stukken. En we hebben het hoger opgezocht. We zijn in Bergenbos en we staan hier op de Uitkiektoren. Machtig mooi als het helder weer is. Vandaag valt het een beetje tegen, maar het blijft aanbevelingswaardig om hier rond te kijken. Afgelopen week hadden we te maken met toch wel winterse prikkelingen. Het was een beetje een kwakkele winter wat dat betreft op dit moment. S'nachts temperaturen onder het vriespunt en overdag een beetje boven. En er viel wat sneeuw afgelopen week. Was er ook wat sneeuwval. Het viel op wat plaatsen natuurlijk tegen. Maar op wat plaatsen werd het toch aardig wit. Zoals rond Winterswijk, maar ook lichte voor de Aalten. 5 tot 7 centimeter sneeuw. Vandaag hebben we in ieder geval ook een wit begin. Afgelopen nacht viel er ook weer een paar centimeter bij. Dat was eigenlijk wel in heel Gelderland tussen de 1 en de 3 centimeter. Temperaturen voor de sneeuwval nog een paar graden onder het vriespunt. En meestal laat het sneeuw, dan zit het kwik zo rond de 0 graden. Ja, en dan krijg je een dag waarin het toch nog weer wat vochtig is, omdat er veel sneeuw ligt. Het werd wat nevelig en de zicht is soms slecht. Maar later op de dag, ja, de temperatuur loopt op en dan gaat er altijd wat verdampen. Uiteindelijk werd het nog 4 tot 5 graden op deze dag. Maar de zon die hebben we niet gezien. De foto die in is gestuurd door Bas Lagerscha, hebben een nieuwe spot eigenlijk in verhogende tennissen in de sneeuw. Nou, dat kun je goed met deze weersomstandigheden. Wil je ook nog een mooie foto opsturen, dan kan naar foto@gerritsweerpraat.nl. Want we zijn nog niet van het kwakkelweer af. Vanavond en komende nacht hebben we ook met temperaturen te maken rond of net iets onder het vriespunt. En er valt neerslag en dat kan wat sneeuw zijn, wat natte sneeuw. IJsregen misschien wel en later de temperatuur wat oploopt, weer gewone regen. Maar alles bij elkaar kan het mooi glad worden, want morgen beginnen we met temperaturen rond het vriespunt. En dan kan in ieder geval de bevriezing van natte weggedeelten toch weer schampig zijn. Maar de zaterdag op zich, later op de dag, dan valt er wel wat regen in het oostelijk deel. Meer naar het westen van de provincie is het dan droger. En de temperaturen die komen dan nu op een graad of 3 tot 4. Elke dag dus wel wat deu. Want ook in de nacht naar de zondag, dan bleef het wel droog. En weer wat opklaring zal de temperatuur net onder het vriespunt uitkomen. En zondag overdag, dan komt de zon er wat bij. En ja, de wind die draait wat meer naar de noordwestelijke richting. Het trekt ook wat aan, wat matig. En de temperaturen die komen dan iets rond de 4 graden. Ik denk dat zondag overdag wel droog bleef. En na het weekend, ik ben nog niet helemaal van het kwakkelweer af. Want elke dag hebben we wel temperaturen rond of net iets onder het vriespunt. En overdag werd het een graad of 5. Vol neerslag verwacht ik niet de komende week. Na het weekend althans. Maar het is elke morgen toch eventjes uitkieken geblazen. Goed gewoon.